Nederlandse banken doen te weinig om fraude met rentetarieven of valutakoersen te voorkomen. Blijkt uit onderzoek van toezichthouders Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank onder zo'n 15 financiële instellingen. Het onderzoek begon eind 2013 na de Liborfraude bij de Rabobank. De bank kreeg een boete van meer dan 770 miljoen euro omdat handelaren via chatgesprekken belangrijke informatie uitwisselden. En zo konden ze het rentetarief manipuleren. De toezichthouders constateren nu dat banken zulke chatgesprekken nog steeds onvoldoende in de gaten houden. En dus willen ze dat banken hun medewerkers stimuleren om verdachte gedragingen intern te melden. Dagelijks gaat er in valutahandel 5300 miljard dollar om.